Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over een veel voorkomende beslissing van YouTubers in de aandelensector de laatste tijd. Ze kappen ermee. Dat is vooral internationaal het geval, al zie je het ook wel een beetje in Nederland. En daar wil ik het vandaag over hebben, dus laten we al snel beginnen met de video. Beleggen is minder populair aan het worden, daar kunnen we gewoon niet omheen. Al helemaal als je het vergelijkt met 2020 en 2021, want toen was het echt een booming. Want iedereen was plots bezig met beleggen en nu ligt de interesse gewoon een stukje lager. Dat is dus in Nederland het geval, maar natuurlijk ook in andere landen het geval. Want mensen kunnen nu weer geld uitgeven doordat lockdowns erop zitten, dus daardoor is er ook minder geld over om te gaan beleggen. Of andere hobby's zorgen ervoor dat er eigenlijk geen tijd meer is om echt onderzoek te doen naar beleggen. Beleggen is dus geen prioriteit meer en dat is natuurlijk wel een pijnlijke constatering. En daarbij ook nog eens op de aandelenmarkt best wel wat aandelen die flink onderuit zijn gegaan in de laatste paar maanden. En dan vooral de populaire aandelen zo'n beetje sinds november, ja dan heb je het over dalingen van 20-50%. En YouTubers, ja, die het hebben over dit soort onderwerpen, die merken dat natuurlijk. Voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een broker om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Bux en voor beide loopt er een actie via de link in de beschrijving. Als je voor 30 april registreert bij de Giro, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 mei terug met een max van 50 euro. En bij Bux krijg je bij registratie direct een gratis aandeel, wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Voor beide zaten de link in de beschrijving en als je besluit te registreren via de link, maak je dus gebruik van die actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Dat kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en dat zal ik natuurlijk altijd waarderen. Dus ik denk dat we wel overeens zijn dat er meerdere oorzaken zijn waardoor beleggen nu minder populair is geworden. En doordat mensen minder gaan beleggen, is natuurlijk ook duidelijk dat de views op YouTube afnemen en daarbij dus de inkomsten. En daarom zie je dus dat veel YouTubers de laatste tijd de handdoek in de ring gooien. Want de tijd die ze erin stoppen is het niet meer waard. Of heel veel YouTubers deden het vooral voor het geld in plaats van de passie. En dat kan dus een oorzaak zijn van de golf aan YouTubers die nu besluiten te kappen omdat het geld ja, een beetje tegenvalt. Kijk, in Nederland merk ik dit ook hoor, want er komen amper nieuwe YouTubers bij. Terwijl bijvoorbeeld in 2020 en 2021, nou bijna elke dag kwam er weer een nieuw kanaal. Niet dat ik elke dag actief op zoek ben naar nieuwe beleggingskanalen, maar doordat ik een van de grotere ben in Nederland op dit gebied, kreeg ik heel veel comments van YouTubers die net begonnen zijn met content maken over beleggen, in de hoop dat de kijkers van mijn kanaal in aanraking kwamen met hun kanaal. En ik merkte dus ook dat ik elke dag onder verschillende video's van die nietszeggende comments kreeg van mensen die er eigenlijk op hoopten dat andere kijkers denken, weet je wat, ik ga even kijken op dat kanaal. Maar nu is dat totaal niet meer het geval. Want die kanalen die zijn er inmiddels mee gestopt, want ja, geld mee verdienen is erg lastig. En op dit moment komen er ook amper nieuwe bij, omdat de interesse gewoon op een laag pitje staat. Kijk, een week geleden stopte Chicken Genius ermee. Dat is een grote YouTuber uit Singapore met Engelstalige content, maar dan wel vooral gericht op Tesla. En hij stopt omdat mentaal gezien de stress en de druk van YouTube hem gewoon te veel is geworden. Want de dalende prijs op de beurzen zijn vaak ook een grote reden voor heel veel haatcomments onder YouTube-video's. Want de schuld afschuiven is lekker makkelijk, zodat je niet naar je eigen beslissingen hoeft te kijken en denken, oké, wat heb ik fout gedaan? En dat is dus wel iets wat ik steeds vaker zie op YouTube. Want over 2 maanden ben ik 5 jaar actief op YouTube. En wat ik nu allemaal zie is een beetje het nieuwe normaal geworden. Het is steeds makkelijker om ja, haatcomments achter te laten. En iedereen zit natuurlijk anders in elkaar. De ene persoon heeft daar echt last van en gaat alle comments lezen en maakt zich zorgen over wat andere mensen denken over de content. En iemand anders maakt zich daar totaal niet druk over. En je mag ook niet onderschatten dat er best wel wat druk en stress komt kijken bij het maken van YouTube video's. En dan helemaal bij de grote YouTubers als bijvoorbeeld zo'n Chicken Genius. Die hebben te maken met heel veel haat, elke dag maar weer. En dan niet alleen van kijkers met een vervelende comment. En er is natuurlijk concurrentie op YouTube, want ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk views pakken, dat is het hele spelletje. En je merkt het dus ook dat andere YouTubers hem lastig vinden met daarbij heel veel kijkers die zich daarmee gaan bemoeien. En dat heb ik zelf ook al meegemaakt op YouTube, dat er uitspraken worden gedaan over mij vol afgunst en haat. Ik krijg dan bijvoorbeeld een DM van iemand die zegt, heb je gehoord wat die en die heeft gezegd?
ja, het doet me niet zoveel. Waarschijnlijk heb je ook gemerkt dat ik daar nog nooit op heb gereageerd, want je schiet er helemaal niks mee op. Maar ja, zo zit ik ook wel een beetje in elkaar, ik ben gewoon erg rustig. En als iemand iets van mij vindt, ja, prima joh. Ik weet gewoon dat je niet iedereen tevreden kan houden. Dus daar hou ik me ook helemaal niet mee bezig. Ik richt me liever op de mensen die de content graag willen zien. En views binnenhalen met haat en negativiteit is makkelijk, maar ja, wel het laatste wat ik wil. Maar heel veel YouTubers zijn dus daar wel gevoelig voor. En die mentale druk zorgt er dus vaak voor dat YouTubers denken, weet je wat, ik geloof het wel. Kijk, in tijden dat aandelen alleen maar omhoog gaan en iedereen is blij, ja, dan krijg je elke dag een video. Gaat het wat minder op de beurs, je krijgt wat meer haatberichten, dan hoor je soms dagen of weken helemaal niks meer. Want de angst voor negatieve berichten in rode tijden op de aandelenmarkt, nou, dat is er gewoon. En dat vind ik wel jammer. Kijk, is iemand aan het oplichten met bijvoorbeeld een cryptomunt of iemand verkoopt cursussen met valse beloftes, dan kan ik de haat en negativiteit begrijpen. Dus eigenlijk zijn er twee duidelijke oorzaken waarom veel YouTubers stoppen met het maken van content over beleggen of minder gaan uploaden. Het geld en daarbij de passie die verdwijnt door natuurlijk ook een toename in de haatcomments. Want het moment dat de views omlaag gaan en de advertentieinkomsten zakken, ja, dan is het natuurlijk makkelijk om te denken, weet je wat, ik stop er even mee. En als iemand in 2020 of in 2021 dus al bezig was met maken van video's over aandelen en nu dus nog de helft verdient met daarbij ook nog eens heel veel negatieve comments, ja, dan is die keuze steeds makkelijker. En al helemaal dat het voor veel creators geen vetpot is. Er zijn weinig mensen die rijk worden van het maken van YouTube video's. En als je daar ook nog eens gevoelig voor bent dat je echt al die comments gaat nalezen en denkt bij jezelf, oh, die vindt dit, die vindt dat, ja, dan is het best wel iets wat best wel een impact kan hebben op je dagelijks leven. Ik ben natuurlijk geen fulltime YouTuber, natuurlijk, ik verdien er geld mee, maar een groot gedeelte belandt dan ook weer in de video's, omdat ik natuurlijk gebruik maak van een editor, een grafisch designer, etc. En dat zijn gewoon kosten natuurlijk, ja, in mijn optiek moet ik die ook wel maken, want ja, dat is gewoon een stuk beter dat ik 10 minuten lang naar een koers van een aandeel kijk. Maar als de inkomsten uit YouTube nodig zijn voor bijvoorbeeld mijn hypotheek, of mijn eten, of mijn verzekering, etc., ja, dan is het natuurlijk logisch dat de druk vele malen hoger zal zijn. Maar dat is voor mij niet het geval. Ik kijk ook amper wat ik verdien op YouTube. De ene maand zal toch meer zijn dan de maand ervoor. Ja, zo gaat het gewoon. Natuurlijk hou ik wel in de gaten dat het genoeg is om de kosten van het kanaal te kunnen betalen. En ik wil er natuurlijk zelf ook wat aan overhouden, want ik stop er heel wat uurtjes in. Maar ik ben niet financieel afhankelijk van YouTube. En dat zorgt natuurlijk voor minder druk. En ik verwacht ook dat er steeds meer kanalen omtrent aandelen en crypto stoppen in de komende weken en maanden, naarmate er minder geld wordt verdiend. En als beleggen weer een sprong maakt in populariteit, kan je de nieuwe kanalen weer verwachten of dat huidige kanalen meer gaan uploaden. Dat zo werkt het natuurlijk wel een beetje. Ja, ik blijf gewoon doorgaan met video's maken, dat doe ik al bijna 2 jaar op dit kanaal. En het is namelijk gewoon mijn passie. En natuurlijk, ik zie wel eens een negatieve comment voorbij komen, maar dan denk ik al heel snel, ja, ik heb 55.000 abonnees op dit kanaal. En die zijn natuurlijk niet voor niks geabonneerd. Dus die paar negatieve berichten die ik soms voorbij zie komen, ja, die kan ik gewoon heel erg makkelijk accepteren. Maar als je dus op het punt staat om zo'n vervelende comment te sturen naar iemand, en ja, het maakt dan ook niet uit wie dat is, druk gewoon niet op enter. Wacht een paar uur en de kans is aanwezig dat je het bericht niet zal sturen. Want het is natuurlijk makkelijk, hè, binnen 10 seconden achter je toetsenbord even van je aftypen. Maar het is natuurlijk wel zo dat iemand die haat of dat vervelende bericht wel binnenkrijgt. En vaak meerdere per dag. Week in, week uit, maand in, maand uit. Voor nu komt wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.